Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie leren kimchi te maken. Maar wat is kimchi nou eigenlijk? Nou, kimchi is het nationale gerecht uit Korea, het land waar ik ben geboren. En in Korea eten ze vrijwel bij elke maaltijd kimchi. En ze zeggen dan ook, een maaltijd is niet compleet zonder kimchi. Hoe ziet kimchi er nou uit? Nou, kimchi ziet er dus zo uit. Het is helemaal rood van de rode peperpoeder. Kimchi kan je een beetje vergelijken met zuurkool, want het zijn dus allerlei soorten groenten die ingemaakt en gefermenteerd worden. Maar zuurkool is vrij flauw en het heeft eigenlijk maar één smaak, zuur, zoals de naam al zegt. Terwijl kimchi heeft heel veel lagen van smaak en het heeft ook niet één smaak, want het is en zuur, maar het is ook scherp, het is ook zoet. En het heeft de smaak umami, de smaak van de heerlijkheid. En iemand die nog nooit kimchi heeft gegeten, aan diegene kan je eigenlijk ook niet uitleggen hoe kimchi smaakt. Dat lukt je gewoon niet. Diegene moet het gewoon proeven. Ik zelf ben eigenlijk behoorlijk verslaafd aan kimchi. Ik eet het eigenlijk bijna elke dag. En ik maak ook heel veel recepten met kimchi. Maar wat ik vooral doe is Oer-Hollandse gerechten oppimpen met kimchi. En ik denk daarom ook dat Nederlanders, als die eenmaal kimchi hebben geproefd, dat zij ook helemaal dol op zullen worden. Dus vandaar dat ik jullie ga leren hoe je kimchi moet maken. En we gaan beginnen. Nou, we gaan nu de kolen snijden. Ik heb hier 3 Chinese kolen. Die hoef je nu nog niet te wassen. Want we gaan ze straks helemaal inpepelen. En na het inpepelen gaan we ze helemaal schoonspoelen met water, zodat al het zout eraf gespoeld wordt. Dus wat je nu, het enige wat je nu hoeft te doen is die kolen te snijden en in een grote bak te leggen. Ik gebruik er zelf altijd dus dat babypadje voor, van mijn zoontje. Maar je kan er zelf ook een emmer voor gebruiken of een grote pan, wat je maar wilt. Dus we gaan ze nu snijden. Je haalt het kontje eraf, die gebruiken we niet. En vervolgens is het gewoon een kwestie van zelf in ringen snijden. Nou, ik heb dus nu alle kolen gesneden en in dat badje gelegd en nu gaan we ze inpekelen. Dat is heel simpel. Ik heb hier 250 gram zout, dus op 3 grote kolen, 250 gram zout. En dat zout meng ik een beetje met water. Dus ik heb er nu wat water bij ingedaan, door elkaar doen. En dit hussel je gewoon door de Chinese kool. Nou, het enige wat je nou gaat doen is gewoon even dat zout goed door de kool mengen. Dit moet je nu ongeveer 8 uur zo laten liggen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je om de 2 uur, dat je even alles door elkaar husselt, zodat het zout goed overal intrekt. Nou, en dat laat je nu gewoon lekker liggen. Ik heb nu 3 kolen gesneden en ingezouten en in het padje gedaan. Dat heb ik 8 uur laten weken. En in die 8 uur ga ik het om de 2 uur heb ik het een beetje gehusseld met mijn handen, zodat het goed de zout in alle kolen goed is ingetrokken. En dan nu na 8 uur heeft het zout al het water uit de kool getrokken. Dus de kool is heel erg geslonken. En bovenal is de kool nu lekker zacht geworden, zoals je kan zien. We gaan het zout er heel goed uitspoelen met water. En dat is best wel een belangrijk klusje. Want als je het zout er niet goed uitspoelt, dan wordt de kimchi te zout. Dus dat moet je wel echt goed doen. Dus we gaan aan de slag. Wat je doet is gewoon lekker het badje vullen met water. Doe er ruim voldoende water in. En dan beetje bij beetje ga je het water. Wat ik zelf doe is, kijk, je kan het op ieder op zijn eigen manier doen, maar ik vind zelf. Dit is het handigste, ga je zo het water eruit drukken. Nou, als dan al het water eruit zit, dan doe ik het in een andere kom. En dan ga ik verder met de rest. Dit is dus wat er nog over is van die 3 kolen, wat ik helemaal ingepekeld heb en weer vervolgens weer helemaal uitgespoeld heb. En hier gaan we dus kimchi van maken en dat doen we dus wel in de keuken. Dus we gaan nu weer terug naar mijn keuken. Nou, we hebben de Chinese kolen nu gepekeld en goed uitgespoeld. Dus nu kunnen we met het echte werk beginnen, het maken van kimchi. Nu is het zo dat in Korea, de moderne Korea van nu, wordt kimchi eigenlijk niet meer gemaakt door jonge vrouwen, zoals ik. Eigenlijk wordt kimchi alleen nog maar gemaakt door oudere vrouwen.
jongere vrouwen die allemaal pas getrouwd zijn en een gezin hebben. Die kopen het eigenlijk allemaal kant-en-klaar of ze krijgen het van een moeder die het maakt. En de vrouwen die nu in Korea nog echte kimchi zelf maken, dat zijn eigenlijk allemaal de ajumma's. En wat is een ajumma? Een ajumma is een vrouw vanaf ongeveer 55 jaar. En in Korea zijn al die ajumma's, die zien er allemaal precies hetzelfde uit. Je kan op straat precies aanwijzen wie allemaal de ajumma's zijn. Want ze hebben allemaal kort gepermanent haar. Ze dragen niet zulke fateuze kleding. En ja, het kan hun eigenlijk ook allemaal niet zo verschillen hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. Dus gedrag is ook niet altijd je van het. En als in Korea als iemand tegen je zegt, nou god, je lijkt wel een ajumma. Dan is dat om eerlijk te zijn ook niet echt een compliment. Dat bedoelt ze eigenlijk mee van, jeetje meneetje, let eens op hoe je eruit ziet. Let eens op hoe je gedraagt. Maar het is wel zo, het feit is dat in Korea de echte kimchi, zoals het met de hand wordt gemaakt, dat doen toch alleen maar de ajumma's. Dus als ik aan jullie wil laten zien hoe je kimchi maakt, ja, dan vind ik eigenlijk dat een ajumma dat moet doen. Dus ik ga even weg en ik heb een ajumma uitgenodigd die aan jullie wil laten zien hoe je nou echt als een ajumma, als een Koreaanse ajumma, de echte Koreaanse kimchi maakt. Oh, zijn we al begonnen? Jazeker. Oh, annyeonghaseyo. Ik ben Yoon-mi Kim. Ik ben met Nederlandse man getrouwd, dus ik een beetje Nederlands kunnen. En ik ga jullie leren hoe je de echte Koreaanse kimchi maakt. Maar ik wil jullie natuurlijk ook een beetje Koreaans leren. Dus we beginnen met les 1. Hoe begroet je in Korea? Dan zeggen wij 안녕하세요 en dan buigen we een beetje. Allemaal één keer doen. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Ja. Nou, Julia heeft al de Chinese kool gepekeld en helemaal afgespoeld. En al het water eruit. En dat is heel belangrijk dat je al het overtollige water eruit schept. Zodat de Chinese kool goed droog is. Want anders dan gaat de kimchi straks zwemmen in heel veel water. En dat mag niet. Nou, in kimchi zijn heel veel recepten. Je kan van alles in de kimchi doen om het lekker te maken. Er zijn vrouwen die de suiker doordoen en vissaus. En bijvoorbeeld mijn oma deed de garnaaltjes door. En mijn overoma deed die weer oesters door. Dat kan allemaal. En de kimchi wordt daar alleen maar lekkerder van. Maar ja, jullie kennen Julia, hè? Julia wil alleen maar puur eten. Zonder suiker, zonder vissaus. Dus die zei tegen mij, Yoon-mi, maak kimchi zo puur mogelijk. Dus dat doen we dan ook maar. Zo puur mogelijk betekent dus alleen maar de ingrediënten die echt nodig zijn. Dus geen suiker, geen vissaus. Nou, dan beginnen we dus met knoflook. In Korea dat manul. En gember, senkang. Manul en senkang, dus knoflook en gember, die moeten we helemaal fijn malen. Kijk, helemaal fijn malen. En wat ook belangrijk is, is rode peperpoeder. Gochugaru in het Koreaans. Gochugaru. Nou moet je niet de Nederlandse chilipeper gebruiken, chilipoeder gebruiken wat je in Nederland kan kopen. Want die is heel scherp en die is niet zoet. Koreaanse peperpoeder is niet zo scherp. Het is pittig, maar niet zo scherp dat de vlammen uit je kont komen. Dus, en het is veel zoeter. Dat maakt de kimchi zoet. Nou, kimchi moet fermenteren. En wat hebben fermentatiebacteriën nodig om te fermenteren? Suiker. Maar ja, Julia wil geen suiker door de kimchi. Dus toen dacht ik, dan doen we de gezonde banaan door. Dan kunnen die fermentatiebacteriën banaan eten, waardoor ze lekker gezond worden en dus ook de kimchi gezond maakt. En dan kunnen ze toch lekker fermenteren. Nou, dat was het. Nou, wat we dan nu moeten doen, is alles door de Chinese kool scheppen. Dus eerst de manul en de senkang, de knoflook en de gember. Dan die
gezonde banaan. Voor de fermentatiebacteriën, want die moeten ook eten. Die doen we er in kleine stukjes in. En dan als laatste de rode peperpoeder. Nou, wat nou zo leuk is aan kimchi is dat het maakt niet zoveel uit hoeveel je van wat erin doet. Dus de ene persoon die doet er heel veel knoflook in en dan een beetje gember. En de andere persoon die denkt van, oh, ik moet vanavond met mijn vriendje uit, dus ik wil niet zoveel knoflook erin. Dus die doet er maar een beetje knoflook in. Nou, wij doen 150 gram knoflook en 100 gram gember. En ja, ik hou wel een beetje van pittige kimchi, dus ik doe er behoorlijk wat rode peperpoeder door. Maar ja, dit kan ook weer gewoon wat je zelf wil. Als je niet zulke scherpe kimchi wil, dan doe je gewoon een beetje. Jokum noemen wij dat in Korea. Jokum kotsukaru. Nou, wat heel belangrijk is, dat je het nu heel goed gaat mengen. En in Nederland mengen ze alles met een lepel. Want alles moet heel erg hygiënisch zijn, dus met een lepel. Maar in Korea, dat doen we niet. Kimchi mag je niet mengen met een lepel. Kimchi moet je mengen met je blote handen. Dus je gaat gewoon goed je handen wassen, je mouwen opstropen en dan ga je goed alles mengen. En dat moet je wel met heel veel liefde doen. En dan ga je gewoon zo heel goed alles mengen. Oeps. Ah. Ik moet nu opeens denken aan jaren geleden toen ik nog een jonge vrouw was en dat mijn kinderen nog klein waren en dat ik dan kimchi maakte voor mijn man en mijn kinderen. Dan deed ik altijd Koreaanse muziek op en dan ging ik dansen terwijl ik kimchi maakte. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 내 때까지 가볼게 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한